21 november, dan is het weer zover. Dan mag u naar de stembus. Stemmen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Molenlanden. Een gemeente met 20 kernen. Het zal u niet verbazen dat de SGP de Bijbel als het belangrijkste boek vindt. Waaruit we onze inspiratie halen. In de Bijbel staan een aantal belangrijke kernwoorden die ook voor onze kernen van belang zijn. Namelijk barmhartigheid, verantwoordelijkheid, respect, liefde voor elkaar en liefde tot God. Bijvoorbeeld liefde voor Gods dag. Het is een zegen dat we als SGP ervoor mogen staan dat er één dag in de week rust is. Rust in onze dorpen. De rust die nodig is voor ieder mens om weer nieuwe energie op te doen om de werkweek in te gaan. Ook liefde voor Gods naam. Een belangrijk element is ook barmhartigheid. Barmhartigheid waar zorg voor elkaar zo belangrijk is. En dat is ook een kenmerk van onze dorpen. Wij zorgen voor elkaar. En de SGP wil dat ondersteunen. De mantelzorg en de betrokkenheid op de burger, op de buren, op de oudere mensen, op de kwetsbaren in onze samenleving. De SGP staat ook voor duurzaamheid. Ook dat is een belangrijk begrip uit de Bijbel. Rentmeesterschap, zorgen voor deze aarde. Ervoor zorgen dat onze kinderen of onze kleinkinderen ook in een gezond leefmilieu op mogen groeien. Daarom staat de SGP ook voor milieumaatregelen, zodat we in 2030 een energie-neutrale gemeente zullen zijn. Staat u ook voor die waarden? Stem dan op 21 november, lijst 1, SGP. Betrokken tot in de kern.